Mijn naam is Miranda, ik ben 45 jaar en ik ben al bijna 13 jaar gastouder, gewoon hier bij mijn eigen aan huis. Ik heb mijn opleiding afgerond op het mbo-niveau. Daarna ben ik werkzaam geworden bij de wijkzorg. Zelfs nog een opleiding gedaan daarna tijdens het werken voor IG-verzorgenden. Uiteindelijk is onze zoon geboren en ben ik dus in de avonden en weekenden gaan werken, omdat dit beter uitkwam om zelf voor ons kind te kunnen zorgen. Na dat bijna 11 jaar gedaan te hebben, ben ik gaan omswitchen naar gastouder. Ik kwam een oud collega van mij tegen, tevens vriendin. En die vertelde dat ze dus gastouder was geworden en dat dat er eigenlijk heel erg goed beviel, omdat ze dus thuis ook voor de eigen kinderen kon zorgen. Ik heb haar helemaal uitgehoord toen en ben me verder gaan verdiepen op het gastouderverhaal. Ondertussen is 13 jaar verder geschiedenis geworden. Toen ik nog bij de thuiszorg werkte, heb ik dus ook, om zekerheid te kunnen hebben natuurlijk, voor het gastouderverhaal, heb ik in eerste instantie mijn 16 uur contract, wat ik bij de thuiszorg had, ben ik blijven doen. Daarnaast ook nog overdag het gastouderverhaal. Eigenlijk toen ik merkte dat het goed ging lopen bij de gastouderopvang bij mij, heb ik op een gegeven moment een nulurencontract bij de thuiszorg gekregen. En voor de flexpool, voor als er dus inderdaad noodopvang was, of in ieder geval noodzorginval nodig was, dat ze mij dus konden bellen. Dit heb ik ongeveer halfjaartje, jaartje gecombineerd. En daarna had ik op een gegeven moment zoiets van, nou, de gastouder gaat zo goed. Ik zeg mijn vastigheid bij een baas zeg ik helemaal op. En ik ben helemaal ZZP'er geworden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat was 2008 dat ik mezelf heb ingeschreven. En officieel vanaf 2009 volledig zelfstandig ben gaan draaien als gastouder. Toen ik begon als gastouder moest ik natuurlijk ook een naam hebben voor mijn bedrijfje. Dat is uiteindelijk de speeltrein geworden. We hebben een speeltuin voor de deur. Hartstikke leuk voor de kinderen. Maar ik vond de speeltuin dus een beetje te gewoontjes. En mijn man en zoon zijn eigenlijk helemaal gek van treintjes. Dus ik dacht, nou, daar maken we een leuke combinatie tussen de speeltuin, trein en vandaar speeltrein. We zitten nu in januari 2021. Ik heb afgelopen zomer 2020 heb ik gelukkig mijn 12,5 jaar jubileum wel kunnen vieren. Weliswaar beperkt in verband met de coronamaatregelingen, want die waren er natuurlijk wel, maar niet zo streng als nu. Mijn vraagouders die zijn allemaal zo heel erg lief geweest om achter mijn rug om een groepsapp met z'n allen aan te maken en daardoor iets heel leuks voor mij te organiseren wat ik als cadeautje kreeg. Cadeautje was van die handjes onder andere van de kinderen met een fotootje erbij en nog een hartstikke leuke waardebon. Ik had zelf een catering geregeld via een van de ouders die bij mij in de opvang de kinderen brengt. Mijn gastouderbureau kwam ook, de medewerkers daarvan die kwamen langs en zijn bij aanwezig geweest, allemaal op gepaste afstand natuurlijk. De 1,5 meter was natuurlijk, gelukkig was het mooi weer, dus konden we allemaal lekker buiten zitten. Het was prachtig weer en ik heb er heerlijk van kunnen genieten. En ja, ondanks alle coronamaatregelen was het toch wel blij. Ik had eigenlijk het veel groter willen vieren, maar ik was al blij genoeg dat ik het met deze ouders en met mijn bureau heb kunnen vieren. Ook mijn zoon en man hebben mij enorm daarbij gesteund, al die jaren al. Als gastouder en ik kreeg van mijn zoon, die werkzaam als bijbaantje bij een vlaaienwinkel, kwam hij aan met een hele mooie grote slagroomtaart die we heerlijk met z'n allen hebben zitten verdelen en als toetje hebben zitten nuttigen. Dus het was helemaal geweldig. Naast dat ik 4 dagen in de week als gastouder werk, heb ik ook 1 vrije dag van de doordeweekse dagen dan. Die eigenlijk sinds maart, dus de corona, begin van de coronatijd, bezet is geraakt. Omdat onze buren en mijn eigen moeder natuurlijk ook in de risicogroepen vallen. Voor toch als ze besmet raken met corona, toch wel flink te pakken zullen krijgen.
Dat ik dus de boodschappen doe, ook voor hun. Dus betekent mijn eigen huishouden boodschappen voor de buren, maar ook voor mijn eigen moeder. Dus ja, drie huishoudens tegelijk boodschappen doen is toch best pittig. Dus ik was blij dat mijn zoon in die periode eigenlijk veel vrij was en mij kon helpen met de boodschappen. Maar ja, nadat hij natuurlijk weer naar school moest voor het mbo, moest ik het alleen gaan doen. En ja, dat is toch best pittig. Ja, 4 dagen fulltime werken, toch 40 uur. En daarnaast dan nog een volle dag zo'n beetje bezig met de boodschappen binnen te halen. Maar ook bij de mensen thuis af te zetten en eventueel mee helpen opruimen. En dan je eigen spullen nog, om nog maar te zwijgen van je eigen huishouden natuurlijk, die ook nog gedaan moet worden. Dus ja, dat gaat er best wel flink in hakken op het moment. Ook privé was het natuurlijk, is het best wel heftig in de coronatijd. Ik mocht natuurlijk geen opvang bieden, alleen voor cruciale beroepen. Mijn zoon die thuis zat, omdat hij natuurlijk niet naar school mocht. In het begin is het allemaal heel leuk, maar op den duur gaat dat toch best wel spanningen met zich meebrengen. En ik wil niet zeggen dat het erop klapte af en toe, maar het kon er af en toe best wel even heftig aan toegaan. Dan ook spanningen dat mijn man nog wel eens een keer in het buitenland werkzaam was. Duitsland, Engeland. Dan moest hij toch in de coronatijd toch wel eens weg. En dan zat je toch weer met de spanningen van hoe komt hij thuis, zou hij geen corona opgelopen hebben, de thuisquarantaine, hoe gaan we dit invullen. Nou ja, we hebben er gelukkig wel een hele mooie oplossing op weten te vinden, zowel voor mijn bedrijf uiteindelijk toen ik in mei weer open mocht, als voor hem het werk als hij thuis kwam, de quarantaine. Ik moet wel zeggen dat ik in de periode dat ik dicht moest, dus van maart tot mei, wel heel erg blij was dat wij twee hele lieve Maine Coon katten hebben. Kira en Jen. En daar hebben we best wel heel veel steun en toeverlaat aan gehad. Maar ook zo zeker wanneer de kinderen er weer zijn, die vinden het ook helemaal geweldig met de poezen samen. En de poezen met hun. Dus ja, het heeft voor en tegens, moet ik zeggen. Het feit dat je dus inderdaad gewoon nergens naartoe kan. Bij elkaar constant een beetje op de lip zit. Ja, dat vergt toch best wel wat van je gezin. Toen de coronatijd, de eerste lockdown kwam, vond ik het eigenlijk best wel spannend. Want ja, hoe gaat dat financieel? Normaal gesproken, als ik ziek ben of vakantie heb, dan krijg ik natuurlijk ook niet doorbetaald. Dus ik vond het eigenlijk best wel spannend van ja, hoe gaat dat nu? Gelukkig kwam de regering ermee dat het verzoek aan de ouders om gewoon door te blijven betalen zoals het normaal gesproken altijd ging. En dat hun dus in de zomer zouden gecompenseerd worden voor al die kosten. Dus daar was ik eigenlijk wel heel erg blij mee dat in ieder geval mijn financiën door konden blijven gaan. En nu eigenlijk weer, nu ik weer helemaal dicht moet sinds december. Het enige is wat ik wel heel erg duidelijk merk, is dat nu bijna een jaar nadat we de eerste lockdown hebben gehad, dat er dus inderdaad nu pas effecten beginnen te merken dat mensen ontslag gaan krijgen. En eerlijk is eerlijk, als een van de twee ouders natuurlijk werkeloos thuis komt te zitten, is het eerste waar ze op kunnen bezuinigen, is de opvang natuurlijk. Dus ik had iemand die in de horeca werkzaam was, die helaas geen contractverlenging had gekregen, dus helaas moest stoppen. Iemand anders die eigenlijk toezegging had gekregen van de verlenging en dat niet uiteindelijk heeft gekregen, daardoor in uren terug hebben moeten gaan. Weer iemand anders die inderdaad ook ontslag had gekregen, maar gelukkig een nieuwe baan heeft weten te vinden. Maar al met al merk ik het dus wel dat dus mijn uren en dus de opvang daarin ook terugloopt. En ja, eerlijk is eerlijk, zo'n lockdown is allemaal leuk. Maar ik mis de kinderen enorm.
Ik heb soms ook wel dat wanneer ik dus inderdaad een tijdje, zeg maar een week of twee, bijvoorbeeld even geen contact heb gehad, dat ik wel eens doe facetimen of beeldbellen in ieder geval met de kinderen en met de ouders. En dan eventjes weer heel lief naar elkaar doe zwaaien. En dat doet best wel wat met je. Ik bedoel, je bouwt toch in al die jaren bouw je iets op met de kinderen en met de ouders. En ja, je kunt ze niet zomaar dan in één keer weer een knuffel geven. Of hè, dat ze laten zien waar ze trots op zijn, wat ze hebben gemaakt of dat soort dingetjes. Dus ja, ook emotioneel doet het best wel wat met je. En ik knuffel ze ook straks helemaal plat als ze weer binnenkomen. En ik hoop alleen maar dat het gewoon weer toegestaan is. Ook natuurlijk omdat nu die nieuwe variant weer bekend is van de corona. De Britse variant. En ja, dat ze dus nu toch zeggen dat kinderen vanaf 2 jaar natuurlijk bij klachten eventueel ook getest moeten gaan worden. Dat ik dus ja, hopelijk toch wel de kinderen weer gewoon lekker in mijn armen mag sluiten op het moment dat ze weer mogen komen.